Hallo! Bonafide Gamers, welkom bij deze gloednieuwe video. Wat gaan we vandaag doen? Ik heb geen idee. Nee, ik zit al een beetje te hyper te doen, want ik heb hier zoveel zin in. Ik heb iets heel leuks hier. Ik heb een nieuwe doos, een soort van undozing dus. Het is gewoon een undozing. En degene die naam heeft verzonnen, undozing, een tijdje geleden, toen we ermee zijn begonnen, die zit hier naast me. Hallo? Hey, hallo. Oh, hey, je springt er één keer aan. Hoe kan dit? Dat is super raar. Nou, ik zit hier met Remco de gast. En vandaag gaan wij weer een hele leuke doos uitpakken. Ja, wij samen. Nou, dat ziet er heel raar uit misschien. Ik vind het wel geinig. Ik hoop dat jullie Remco ook goed horen. Maar ik denk het wel. Oeh, het is bloedheet deze week. Het is elke dag zo'n 32 graden. En deze doos ga ik nu eens openmaken. Dit is Loot Chest. En deze doos komt uit Duitsland. Maar ze gaan, sinds kort zijn ze ook begonnen in Nederland. Als jij zo'n doos bestelt, dan is alles in het Nederlands. Bij mij is het nog in het Duits. En vanaf september, als je die dan bestelt, dan begint het vanaf de 15e. Dan laten we gewoon beginnen met deze doos openmaken, want ik heb er heel veel zin in. En ik ben benieuwd wat voor spulletjes erin zitten sowieso. Hè? Dus 3, 2, 1, go! Wow. Wat ik als eerste zie is een poster volgens mij en het boekje met wat erin zit. Ik pak natuurlijk als eerste het boekje. Misschien zit er wel een leuk shirt voor Remco in of zo. Ah, hier zie ik wat erin zit. Oké. Ja, ik moet hier nog niet in gaan kijken. Dat doe ik pas als ik echt niet weet wat het is en Remco ook niet. Maar dit is dus het allereerste en dat is een poster. Een poster van... Oké, mijn gezicht weg. Suicide Squad. Oh, je zag het gewoon al. Ik zag het nog niet. Ja, ik kon het lezen. Oké, er staan hier vier plaatjes of zo van welke poster het zouden kunnen zijn. En zijn ze het alle vier? Of is het één poster? Wow! Wow! Deze vet. Wow! Dit is vet, zie je dat? Vet. Ja, wow. Die is echt heel tof. Ik vind deze helemaal gaaf. Harley Quinn. Wat staat hier? Ik kan het niet... Property of the Joker. Oké, en hier staat de Joker. Ja, wow! Joker. Ik heb de film nog niet gezien, jij wel? Ja, ik heb hem gezien. Oh, ik vind hem zo vet. Oh. Hij is echt heel gaaf. Ik dacht, het zijn misschien drie posters of één van die drie, maar ze staan alle drie op één poster. Het volgende wat ik hier heb is dit. Bam, 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 bam. Er staat Batman versus Superman. Ja, precies, dat is het. Maar het is een doosje van aluminium of zo. Dit ziet er toch vet uit. Batman versus Superman. En als ik hem open maak, dan... Hoe maak je dit open? Oh, zo. Een pen zijn. Oh. Wat is dit nou? Dit is een pen inderdaad, maar wat voor pen, dat weet niemand. Nee, volgens mij is het een soort van laserpen. Ik wil geen schok krijgen of zo, hoor. Ik weet niet, als ik heb van die pennen, als je erop drukt, dan krijg je een schok, maar... Wow, ja, wow, een laserlampje. En wat is die andere? Oh, een zaklamp en een laserlampje. Super vet, maar kan je er ook mee schrijven of zo? En wat is dat zachte wat er bovenop zit? Nou, dat is voor je touchscreen. Oh, zo. Ah, er zitten ook nog extra drie batterijen bij. Echt een speciaal doosje ervoor. Wauw, en een handleiding, maar ja, daar heb je niet veel aan. Ik zie ook een snoepje. Oh, nee. Dit ziet er niet tof uit. Een soort van zure, knisperende... Oh, dat knettert in je mond met appelsmaak. Lekker. Ik ga eens even in het boekje kijken, hoor. Wil je ook proeven? Ja, doe maar. Pak maar de trein, dan ben je lekker 3 uur onderweg of zo. Dit is magisch snoep. Dat doe ik wel aan het einde proberen. Lijkt me een heel goed plan. En daarna zie je gewoon nog een lekker zweetbandje. Misschien moet ik die nu om gaan doen. Deze is van Zelda. Heb jij veel spelletjes van Zelda gespeeld? Ik heb nog nooit Zelda gespeeld. Ik wel op de Game Boy Color. Maar je hebt nog nooit gespeeld, maar dat is super. Ik heb nog nooit Zelda gespeeld. Dit tekentje staat erop. En ja, heel vet. Ik ga hem niet omdoen. Ik vind het zonde om hem nu al te gebruiken of zo. Ik weet niet. En dan heb ik hier een heel groot S-shirt volgens mij. Dit is een t-shirt. Zit er altijd eentje in volgens mij. Bijna altijd. Maar wel bijna altijd. Want je moet, als je zo eentje bestelt, moet je je shirtmaat doorgeven. En ik heb maatje S. En dit is mijn maatje. Wow! Wat is dat? Wat staat erop? Oh, dat is Pokémon. Oh, ik zie het! En Pikachu. Pikachu en Ash en... Oh mijn god! Pitje op de boom, ja inderdaad. Je ziet het in eerste instantie niet, maar daarna zie je die vormpjes een beetje. Ik vind deze echt gaaf. Cool. En dit is een van de leukste dingen die je maar kunt krijgen, denk ik. Ik heb er al eentje eerder gekregen, zo'n Funko Pop heet dat toch? Nee, Pop Games. Ja, dat is Games. En dit is een poppetje van Call of Duty. Heel veel mensen laten die gewoon in zo'n doosje zitten, maar dat vind ik dan weer een beetje... Ja, zonde. Een beetje zonde, ja. Oh mijn god! Hij is vet. Kijk naar dit poppetje. Oh, hij heeft echt zo'n dik geweer vast en zijn hoofd kan hij natuurlijk bewegen en dat brilletje kan hij niet afzetten. Nee, die zit gewoon vast, maar wauw, super vet. En als laatst heb ik hier nog een heel mooi magazijn, wou ik zeggen, maar magazine van Marvel. En deze is helaas dus wel in een Duits. Dit is gewoon een strip magazine. Deze is dus helaas wel in Duits, maar de volgende, als je die bestelt als Nederlander zijnde, dan zal het in het Nederlands zijn. Dat heb ik te horen gekregen, dus dat is wel mooi. Deze moet ik aan iemand geven die Duits kan, maar ik kan geen Duits helaas. En nu is het tijd voor de snoepjes, want dit was het alweer. Kan jij wel Duits? Ich spreche eine Biete Deutsch.
Ja, dat... Oh, ik heb hier geen zin in deze snoepjes. Lekker, lekker, lekker. Even ruiken hoor. Mmm, dit ruikt wel heel erg zoet. Oh, dat ruikt lekker. Mmm. Ah! Dat doet pijn soms, hè. Oh. Maar het is helemaal niet zoet. Hoor je het knetteren? Ja, ik hoor het knetteren. Echt? Ah! Nee, dit is niet zoet, maar het knettert wel. Oh, dit is kauwgom. Het staat er ook op. Wat? Ik vind deze box echt super vet. Ik heb al vaker zo'n box gedaan met allemaal van die geeky dingetjes van die game en films spulletjes. Ja, maar vorig jaar. Ja, dit vind ik toch wel een van de leukste. En die poster is super gaaf. Ik heb die film nog niet gezien. Misschien iemand anders. Oh, ik had je hoofd vast. Wat de fuck? Is dat zo? Hallo. Ik weet niet waarom ik op dit idee kwam, maar ik vind het wel gezellig hoor. Ik ben gewoon je co-host. Gezellig. Wij hebben zelf trouwens ook een kortingscode. Dat is een GameStop-10 volgens mij. Het staat ook in de beschrijving. Oké, nou jongens en meisjes, dames en heren. Dit was alweer deze ondozing met Remco de Gast. Check zo eens zijn kanaal uit. Ik hoop dat hij binnenkort weer... Je hebt trouwens laatst iets geüpload. Ja, ik heb laatst geüpload. Ja. Binnenkort komt er meer. Echt waar. Oké, dat is mooi. Nou jongens, check dus allemaal zijn kanaal uit en laat een like achter als je het leuk vond. Ik ga lekker eventjes de airco aanzetten, want ik zweet een beetje. En ik hoop dat ik binnenkort weer zo'n epische doos heb, want ik vond het echt super gaaf. En nou ja, wat moet ik nog meer zeggen? Niks. Pas op. Doei.